En ik mag als eerste Ravel Mastail uitnodigen om zijn toespraak te houden. Ravel. Vandaag zijn we hier bijeengekomen om een bijzonder eerbetoon te brengen aan opa Adrianus, voormalig knielmilitair. Die met moed, toewijding en met veerkracht heeft gediend. Komend uit een heel klein dorpje, Lycomores, gelegen op de eilandengroep op Kleinkei, ver weg van Ambonstad en nog veel verder weg van Jakarta, deed opa dienst in het kneel. Opa Adrianus kwam uit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland aan boord van het schip Atlantis in 1951. Een van de laatste schepen met knielmilitairen en met hun gezin. Op het schip de Atlantis waren nog honderden Ambonezen met als enig bezit een koffer en één kist. Als jongeman diende hij met trots in het kneel, waar hij bekend stond als commando met het groene en rode ballet, gespecialiseerd in man-tot-man gevecht. Bij aankomst in Nederland werd hem echter de status van militair ontnomen en werd hij samen met andere Ambonese militairen in een kamp Klein Baal te Haarderen geplaatst. Ondanks deze moeilijke en onrechtvaardige situatie liet opa Adrianus zich niet uit het veld staan. Hij was vastbesloten om iets van zijn leven te maken en werd een geliefde figuur binnen zijn familie en binnen zijn gemeenschap. Terwijl we hier vandaag bijeengekomen zijn om opa Adrianus te eren, willen wij ook stilstaan bij de vele anderen die in vergelijkbare situaties hebben verkeerd. Laten wij hun offers en hun moed nooit vergeten en altijd blijven streven naar gerechtigheid en erkenning voor hen die ons voor zijn gegaan, zodat toekomstige generaties kunnen leren van zijn voorbeeld en inspiratie kunnen putten uit zijn vastberadenheid. Rust in vrede, opa Adrianus, onze tittebellen. Dank u wel. Dankjewel, Ravel. Dan wil ik nu de volgende spreker aankondigen, Arthur Diaz. En Arthur zal spreken namens de Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht. Arthur, bezoeken. Gisteren was het de Nationale Veteranendag. En daar hebben wij met trots, met een peloton van 15 man, waarvan twee dames, de defilé mogen lopen uit naam van deze eerste generatie knielmilitairen. Dat zij nooit, maar ook nimmer vergeten mogen worden. Onze stichting is vereerd om ook hier aanwezig te mogen zijn. En dat wij deze eer en respect hier mogen brengen. Ik dank u. Dankjewel, Arthur. En ik heb jullie zien lopen gisteren, dus het zag er strak uit. Prima. Dan wil ik graag onze burgemeester, mevrouw Marieke Moorman, vragen om haar woordje te doen. Voor mij als burgemeester van Land van Kuik is dit natuurlijk een erg bijzonder moment. Maar nog veel meer dan voor mij zal het voor u allen, als familie en vrienden van Adrianus Oyelulin, een bijzondere en gedenkwaardig moment zijn. En vanochtend schoot mij een uitspraak door het hoofd. Geschiedenis is niet zozeer of niet alleen wat er in het verleden gebeurd is,
Maar geschiedenis is vooral wat mensen zich herinneren. En omdat u alle hier vandaag aanwezig bent en zich op dit moment Adrianus Ojolulin herinnert, schrijven wij hier vandaag geschiedenis. En vandaag mag ik het ereteken voor orde en vrede postuum uitreiken aan de heer Adrianus Ojolulin. En zo'n decoratie ontvang je zeker niet zomaar. Er gaat na zo'n lange tijd een periode van zorgvuldig onderzoek van het ministerie van Defensie en Binnenlandse Zaken aan vooraf. En ik overhandig het ereteken Oorlog en Vrede zo meteen aan zijn dochter Frederica. Ik doe dat formeel gezien namens de minister van Defensie en de Nederlandse regering, die daarmee haar waardering voor het ontvangen benadrukt. Het ereteken Orde en Vrede is bedoeld voor militairen van de drie krijgsmachtonderdelen en van het Koninklijk Nederlands Indisch leger. Zij moeten in Nederlands-Indië en de aangrenzende zeegebieden tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951 tenminste 3 maanden in werkelijke dienst zijn geweest. Oorspronkelijk liep de toekenningsdatum tot 27 december 1949. 40 jaar later is deze periode verruimd tot 4 juni 1951. Nederlandse troepen hielpen namelijk nog tot die tijd bij het overdragen van bestuurlijke en politionele functies en ook bij het evacueren van duizenden Nederlandse onderdanen. En dan stel ik voor dat we nu overgaan tot de feitelijke uitreiking van het ereteken voor orde en vrede, en daarvoor geef ik graag weer het woord aan onze ceremoniemeester van vandaag, de heer Hoefs. Dank u wel, burgemeester. Nu de feitelijke uitreiking geschied is, hebben we nog één spreker hier, en dat is de heer Frans Bouwer. En die wil ik graag verzoeken om naar voren te komen, om zijn gedachten en opa Adrianus te delen met ons. Geachte genodigden, familie, de nazaten, vrienden en kennissen. Ten overstaan van de burgemeester van het land van Kuik, mevrouw Marianne Molenman, advocaat Tom van Oort, de Vreese, dochter Frederica Olivier, ceremoniemeester Theo Hoefs. Mijn naam is Frans Wouwer, geboren 1956 in Bemmel, in Gelderland. Steenworp afstand, circa 3 kilometer van Bemmel. Opgegroeid in het voormalig Kniel Brakkenkamp te Klein Bijlhelderen, waar zowel de Omanese, Keiëse, Menaronese en Timorese families werden gehuisvest. De vergeten groep, ik noem het KST, Korps Stoten, groene en rode beretten met een kleine gezinnetje en een aantal boetjanieren, gespreid zijn we nodig. Samen met andere luxe gezinnen waren mijn ouders een onzekere toekomst tegemoet, maar altijd vasthoudend aan hun idealen ooit terug te gaan naar hun land van herkomst. Ons geloof, de kerk, normen en waarden, hopen op andere betere tijden. Om gisteren met papa samen met oom Adrianus Orlin op visite te gaan, kreeg ik ter plekke een taak toebedeeld. Dat vond ik zeer apart. Om zijn grijze witte haren uit zijn hoofd te plukken. Hoe dan? Mijn kleine vingertjes. Toch naar enig kunst- en vliegwerk letterlijk de kneepjes van het vak heb leren kennen, waarna ik als tegenprestatie per geplukte grijze haar een dubbeltje verdiende. Ja? Goed bedoeld. Achteraf van de graag. Kortom, zo leer ik vroeg als kind de term voorwaarts hoort wat tegenwoordig zeer actueel
overal in de wereld van politiek nog veel te wensen overlaat. Desalniettemin even stil te staan om Adrianus Olivier in het verdien, zoals als vele anderen met hem. Om Olivier respect. Zal met Jan, Taudari, Marta, Tapi, Libi, Dita, Dihati. Dus als u zou willen gaan staan. Edgar. De minister van Overzeese Gebiedsdelen, gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1947, nummer 4, Nederlandse Staatscourant, 12 januari 1948, nummer 7, kent toe het ereteken voor orde en vrede aan A. Roylen, Schravenhagen, 8 januari 1949. De minister vernoemd. Op. Rust. Mag ik verzoeken weer te gaan zitten. En mevrouw Molman en mevrouw Frederica, als u naar voren wil komen. Dit is het einde van dit deel van de ceremonie en wij zullen aanstonds verplaatsen naar de hoofdingang van de kerk bij de zuilen. Mevrouw Frederica, mag ik u verzoeken om het bord te onthullen? Ja, hier. Even deze kant op kijken, allebei. Ja, gaan we onthullen? Ja? Ja? Ja. Zo, kijk. Even kijken. Dankjewel. Ja. Ja, eeuwig, maar blijft hier dus voor eeuwig hangen. Samen met het bord van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. Ja. Hey! Eergroep! Trompet hoor, signaal 18. Thank you.
Ja. Het formele einde van deze ceremonie hier op het kerkhof in Katwijk. Ik wil, voordat ik u uitnodig om naar de MFA, die voor genodigden is uiteraard, Kuik Noord te komen, wil ik u verzoeken om straks langs het graf te wandelen, te lopen. Uw laatste eer, uw gedachten met Adrianus Oijlen te delen.